Groningen heeft meer dan 450 kunstwerken in de openbare ruimte. Je komt ze op straat tegen, aan gevels, op pleinen. En het CBK Groningen die onderhoudt deze kunstwerken. Tijdens de Kunst op Straatweken hebben Groningers zelf kunnen stemmen op hun favoriete kunstwerken. En we gaan er drie uitlichten, waarvan de eerste, Wiesent, door Vladimir de Vries. Michelangelo zei ooit, het beeld zit er al in. Je moet er alleen even wat puin omheen wegslaan. En dat is precies wat Vladimir de Vries heeft gedaan om deze Wiesent tevoorschijn te toveren. Met puur en alleen zijn blote handen en een ijzeren moker, zonder power tools, want dat vond hij ongevoelig, is hij anderhalf jaar dit stuk muskelkalksteen te lijf gegaan, totdat dit tevoorschijn is gekomen. En dat heeft hem ook een zenuwontsteking opgeleverd, waardoor een hele periode het werk stil is komen te liggen. Naar eigen zeggen was hij zo onder de indruk van het werk van Michelangelo dat hij het werk niet eens in het echt wilde bekijken, omdat hij dan absoluut zou stoppen met beeldhouwen. Minder enthousiast was hij trouwens over zijn eigen figuratieve tijdsgenoten. Die vond hij vaak wat stijf en wat protestants. Zelfs het Peert van Omelux van Jan de Baat vond hij een doods paard. Een Wiesent trouwens is een soort Europese bison, die is inmiddels uitgestorven. En dieren überhaupt zijn eigenlijk een onderwerp van voorkeur voor Vladimir de Vries. En vrouwen. Het gaat eigenlijk altijd over elegantie, over oerdrift, over masculiniteit, sensualiteit. Vooral dat laatste, sensualiteit, dat heeft hem nog wel eens in de problemen gebracht. Niet alleen de Groningers vonden bijvoorbeeld de blote bed op de Herenbrug te veel een lustobject, maar ook zijn eerste vrouw. En het verhaal gaat dat zij zelfs een keer in het atelier verschillende beelden kapot heeft gegooid. Gelukkig is de Wiesent van Vladimir de Vries niet kapot te krijgen. En een absoluut terechte nominatie voor de Kunst op Straatprijs 2020. Op nummer 3.